2005 trad ze hier op. In 2013 hebben we opname gemaakt voor een tango-cd van mijn orkest. En in 2015 kreeg ze de Boy Edgar prijs voor haar unieke prestaties als solist, componist en bandleider in binnen- en buitenland. Ik heb het over Tineke Postma en die is vandaag hier. Tineke, mag ik je verzoeken? Ik heb gehoord dat je ook nog een Oscar gekregen hebt. Ja, ja, hij is nu 3. Zo, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Ja, er zijn artiesten die doen van alles, hè? Dus het had best gekund. Ja. Ik heb voor haar geschreven een stuk geïnspireerd door Friesland. Kijkend over de Waddenzee in de, wat heet Zwarte Haan, een heel klein gehuchtje. En met gedachten aan hoe mooi of zij een ballet kan spelen. En dat zij een mooie prijs heeft gewonnen. Heb ik geschreven, en dat gaan we in duet even spelen. Tineke, de Jazz Orchid from Friesland. De Jazz Orchidee van Friesland. Heeft u al eerder met Johan gespeeld? Ja, we hebben een cd opgenomen en ik heb hier ook al eens eerder in de bibliotheek gespeeld. En hoe is dat, om met Johan te spelen? Ja, heel leuk, want hij draagt heel veel traditie met zich mee. Dus dat hoor je. En dat is, er zit een hele goede sfeer in bij hem. Hij heeft ook een speciaal een liedje voor jou geschreven, over Friesland. Ja, ja, precies. Dus dat is altijd een eer. Leuk, een mooi stuk. Thank you.
gonna let you go. Oh no, no way. Whether you're near or far, you are my lucky star. This love was made in heaven, defying space and time. I'll never let you go, as that would be a crime. I'll never let you go.